Ja, daar is hij weer. Ja, ik had ook niet helpen. Jullie hebben erom gevraagd. En nou, vooruit, dan maak ik maar weer een nieuwe vlog. Ja, zo heet dat. Een maand of zeven niet gedaan. En nu weer, op aandringen van jullie dus. Er is verder niks veranderd. Ja, ik ben ziek geweest en ik ben nog niet helemaal de oude. Maar goed, daar hebben we het niet over. Ik pak hem weer op. Het is een andere manier van werken als dat de vorige was. Deze maak ik helemaal zelf. Die andere maakte ik ook zelf, maar werd gemonteerd door Talpa. Deze monteer ik dan gewoon zelf. Maar ik zal nog wel even wat dingetjes toelichten. Want ik ben destijds gestopt en dat was omdat de webredactie, die dus eigenlijk ook dat onderdeel deed, ja, het enorm druk kreeg. In die tijd begonnen ook de Utopianen zelf met vlogs. En het monteren van die filmpjes, vooral ook van mij, dat is natuurlijk best een hoop werk. En ja, toen is er gewoon besloten van. Bovendien was het concept ook veranderd. En dat paste dus niet meer. Dus vandaar dat het toen stopte. Om even wat dingen uit de lucht te halen. Ik kon alles zeggen wat ik wilde. Er waren nog wel eens mensen die zeiden van ja, dat mag je niet zeggen, zeker. Ik mocht in principe alles zeggen. Ik had helemaal geen verboden of wat dan ook. Natuurlijk hield ik me een beetje aan de regels van het huis. En dat is logisch. En je moet je gastheer ook niet tegen de haren instrijken. Dus ik hield me netjes. Nou, dat hoef ik hier nu niet meer te doen. Dus het kan best zijn dat ik een beetje pittiger uit de hoek kom. Maar goed, dat hoort er ook bij. En dat wil niet zeggen dat ik dan een hekel heb aan bepaalde mensen. Alleen wel aan de gewoontes van bepaalde mensen. Dus ja, ik zal waarschijnlijk wat minder mijn blad voor de mond nemen. Maar goed, dat zie je dan vanzelf. In ieder geval wil ik toch nog, als ze al kijken, die redactie enorm bedanken. Want ze hebben heel leuk werk verricht. Eerlijk is eerlijk, de vlogs waren altijd leuk gemonteerd. Er waren leuke toevoegingen ingezet. En het contact met die jongens was ook heel goed. Daar heb ik nog wel contact mee. En het waren, ja, gewoon, dat was een leuk team. Ik ben daartoe geweest, dat mag ik nou geloof ik wel zeggen. Dat was dus in Utopia, bij Utopia. En heel gezellig. Ik heb toen uit een Utopia koffiemok mogen drinken. Ik heb er nog steeds de pest in dat ik dat ding niet mee heb genomen. Want dat had ik best kunnen doen. Ja, en dan moet je het hebben over Utopia zoals het er nu bij ligt. Ja, het gaat over. Ik ga me niet over het hele jaar, dat niet, maar de laatste week is natuurlijk toch wel een onstuimige week. Sorry, ik heb een beetje last van mijn slot. Er zijn nogal wat dingen gebeurd natuurlijk. De vloer moest eruit, de vloer moet erin. Ja, met erop. Ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat ik die man niet mag, maar hij heeft in ieder geval heel veel ellende gebracht. Dat kun je wel zeggen. En Jesse loopt daar dus maar al te graag achteraan. En Jesse denkt ook van, nou, nu ben ik directeur. Terwijl niemand hem dat gemaakt heeft. Dus ja, wat hij nou allemaal aan het doen is, ik weet het niet. In ieder geval is hij niet echt populair. Jesse loopt de kantjes er aardig af. Doet zelf eigenlijk weinig of niks. Rookt meer, vreet meer dan 10 eieren per dag. Ik heb ze geteld. Het is echt waar. Ik heb 3 dagen geteld. Hij eet er 11 per dag. Maar voor de rest zie ik hem eigenlijk niks doen. Boekhouding, nou, ik zit hem maar ook. Hij is er nooit mee bezig, dus dat zal ook wel loslopen. Ja, en Boyd, dat is een beetje jammer op zich, een leuke gozer, maar die laat zich een beetje meesleuren. Ook een beetje uit op van, nou ja, ik behoor tot de elite. En het voetvolk, daar wil ik niet bij horen, want dat is nu wel ontstaan. Er zijn twee groepen. Je hebt eigenlijk de meesters en de slaven. En daar komt het in principe op neer. Ik hou daar niet van. Gelukkig is er ook in de groep ondernemers, zoals ze zichzelf noemen, een beetje sprake van splitsingen. Dus we hebben straks 3 groepen. Ja, de echte ondernemers,
de aanhangers en de slaven die blijven natuurlijk, hè? Want dat is het gepeupel. Maar ja, hoe het verder gaat, ja, ik heb geen idee. De vloer is nog steeds niet klaar. Ik heb het op het forum ook al gezegd. Dat gaat niet in één dag. Nou, dat, als we mazzel hebben, gaat het bij elkaar een week duren. Ik heb zelf zulke vloeren. Heus, die leg jij niet zomaar even. Maar goed, wie ben ik en wie zijn zij? Ja, met die koeien, dat was natuurlijk ook een rotstreek. Dat is met drie man bekonkeld. Jesse, Boyd en Rob. Rob ontkende in geuren en kleuren dat hij er vanaf wist. Rob was degene die het een geweldig idee vond. En die vond ook dat, ach, daar hadden ze niks mee te maken. Dan gaan ze maar een dagje janken. Als hij zijn zin maar kreeg. Dus Rob heeft gewoon behoorlijk gejokt. En nou zeg ik het netjes, hè. En die koeien, ja, natuurlijk kosten ze geld. Maar het kost het eten van Jesse, van Boyd en van Rob ook. En er staat maar weinig tegenover, want die anderhalve koffieboon die Rob verkocht heeft, ik denk niet dat je daar een prakkie van kan breien, hoor. Dus ja, dat is belachelijk. Nou, wat de koeien betreft, ja, die horen bij Utopia, zoals de loodsen er ook bij horen. Dus die, ook al kost het geld, ja, dat hoort er toch bij. Ik heb hier ook dingen in huis staan, die kosten alleen maar geld. Maar ik vind het gewoon leuk om ze te hebben. Nou ja, jammer dan. Dan heb ik dat ervoor over. Alles hoeft niet geld op te brengen. Je mag best een beetje materialistisch zijn. Maar je moet ook oog blijven houden voor gewone, leuke dingen. Die misschien wat geld kosten. Maar het leuke is dan belangrijker dan een paar euro's in je kontzak. Nou ja, toen kwam het kinderfeestje van Gina. Ja, ze wilde prinsessen. Ik heb zelf, wij hebben, dat weet iedereen, we hebben 6 kinderen en 12 kleinkinderen. En dit soort feestjes hebben we zeker met de kleintjes vaak gevierd. Een van onze dochters vond het ook altijd leuk om als prinsesje verkleed te zijn. En dan tuigden we haar helemaal op. Dat was hartstikke leuk. Zag er gezellig uit. En toen dachten we ook van, nou ja, wees maar één keer in je leven prinses. Hè. Ik bedoel, je zal het nooit worden, hoewel. Je weet nooit, hè. Je kan zomaar een prins tegen het lijf lopen. Ja, dat, er zijn er zat tegenwoordig. Hoewel, prinsen, ja. Meer prinsessen natuurlijk, hè. Maar, ja. Gina wilde prinses zijn. Nou ja, gelukkig was het nep. Je moet er toch niet aan denken dat ze echt prinses zou worden, hè. Ja, dat wil je niet meemaken. Dan zie je ze elk jaar op Koninginnen. Oh, Koningsdag. Zie je ze dan weer rondbanjeren. Ja, dat zou misschien die Nico van de stream wel graag willen zien. Maar ja, sorry Nico, maar je kan niet alles willen. Hè? Zoek maar een ander, hoor. Ja, en zo is het altijd wel wat natuurlijk. Het is nooit goed. Het is nooit goed. Ik vind dingen niet goed, jullie vinden dingen niet goed. Lullig is dat we soms elkaars dingen niet goed vinden. Nou. Dat moet kunnen. Maar dan hoef je op de streaming, of op de stream, het forum eigenlijk, hoef je elkaar nog niet de hersens in te slaan natuurlijk. Hè? Je kunt het oneens zijn met elkaar, maar dat geeft het niet. Dan kan je toch ook van elkaar accepteren. Waarom niet? Ik bedoel, we zijn Trump toch niet? Dus moet kunnen. Ik zie deze vlog maar even als een try-out. Ik moet er weer even aan wennen. Ik ben niet zo'n videofreak. Ja, dat wil zeggen, ik video wel andere dingen, maar nooit mezelf. Ik ben helemaal niet zo vlog. Nee, ik ben daar niet zo goed in. Tenminste, misschien komt dat nog. Je weet maar nooit. Maar dit is even een eerste van een reeks. Want ik ga het proberen elke week te doen. En dan probeer ik het om elke week op maandag te doen. Zoals het ook op de website van Utopia was. Op maandag kwam de nieuwe vlog van Jan. Ja. Nou. Dat probeer ik weer op te pakken. Maar als het een keer niet lukt om het elke week te doen of om de 7 dagen, ja, dan is het gewoon jammer. Moet kunnen. En als ik het over dingen moet hebben, geef het maar aan. Zeg het gewoon eventjes op het forum. Of geef het even aan op speelwereld.nl. Dat is de site waar je deze vlog ook kunt bekijken. Gaat via YouTube. Want dan heb ik zelf niet zoveel schijfruimte nodig op mijn harde schijven van de
Server. Maar ja, en ik hoor wel. Dus er komt natuurlijk weer commentaar op. De een vindt het bagger, terecht, want ik ben bagger. En de ander vindt het geweldig. En dat klopt ook, want ik ben geweldig. Dus maakt mij niet uit wat je zegt. Ik vind alles goed. Hey, tot volgende week.